Hey jongens en meiden, goedemorgen. Welkom bij jullie allereerste wiskundeles ooit op het Berlage Lyceum. We geven hier wiskunde in het Engels, dat heet Mathematics. Dus je moet het niet spannend vinden als af en toe in het Engels is, want we gaan ook nog heel veel in het Nederlands doen. This lesson today is about solids. And solids are all shapes that take in place. So on this table you can see examples. Je ziet hier voorbeelden van verschillende ruimtefiguren. Hebben jullie misschien een idee waar wiskunde nog meer over gaat? Ja. Rekenen. Rekenen, heel goed. Iemand anders nog een idee? Ja. Formules. Formules, ja. Ja, heel goed. But today, this lesson is about solids. And as I said, every shape that takes in space, that uses up space, is called a solid. On this board, you can see different examples. So you have a prism, a pyramid, a cuboid. So, misschien weet je wel de Nederlandse namen van de figuren, maar je ziet ze nu in het Engels daar staan. A solid contains of different parts. De zijkanten van een solid, de zijkanten, die noem je faces. Schrijf even op je whiteboardje. How many faces does this solid have? So how many faces does this solid have? Als je klaar bent, mag je hem even omhoog houden, kan ik ze zien. Yes, very good. I see six faces. Well done. But do you know what solid this is? Do you recognize this solid? You can also write that down on your whiteboard. If you know what it is, write it down. And look at the whiteboard. Look at all the different examples. Yes, if you know the answer, you can hold up your whiteboard. I see cube, cube, cube. Plastic cube, yes, well done. And cuboid. Well, a cuboid is a little different. A cuboid looks like a cube, but then it's longer. Dus een cuboid lijkt wel op een kubus, maar dat is bijvoorbeeld deze, eigenlijk een balk. Dus die lijkt er heel veel op, maar een beetje anders. Oké, voor het volgende deel van deze les gaan we zelf die solids proberen te vouwen. If you look at this solid, which of the solids do you think this will make? Dus kijk goed naar het bord, welke solids er zijn. En welke kan je nou met deze bouwplaat maken? Schrijf het weer op je whiteboardje. Toblerone! Yes, exactly. De Toblerone has the same shape, right, of a prism. Ja, weten we dat? Dus die noem je niet Toblerone, die vorm. Hij lijkt er wel op, die noemen we, in wiskunde noemen we dat een prism. Well done! Ik heb er hier nog één. Je mag even gewoon je hand opsteken. Als je denkt dat je het weet, wat voor solid zou dit worden? Dus je mag even gewoon je hand opsteken als je het weet. Ja? Een cuboid. Een cuboid, heel erg goed. In het Nederlands noem je dit een balk, hè? Die heb je misschien wel eens gezien. In het Engels noemen we dit een cuboid. Dus deze hebben we, die we kunnen maken. We hadden natuurlijk al de prism, die we net hadden gezien, hè? De prism. Ik heb hier ook deze vorm. Die ziet er best een beetje moeilijk uit. Ja, staat, ik zal mijn vinger er even op houden. Heeft iemand een idee wat zou dit kunnen worden? Ja? Pyramid. Yes, very good. A pyramid. Dit is inderdaad, het wordt een piramide. Al die driehoekjes, dat zijn eigenlijk die zijkanten die omhoog gaan. Dus de piramid hebben we zometeen. En de laatste. Dat is deze. Dat is deze. Ja? Een cube. Een cube, heel erg goed. Jongens, dat weten jullie al veel. Ja hoor, je mag beginnen. Knip hem maar uit. And how do you think, like these lines that where you folded, how are these lines called? The edge. Yes, the edges. Well done. Yes, very good. Oh, nice. Nou jongens, dank jullie wel voor jullie effort vandaag, voor jullie inzet. Jullie mogen de solids die jullie gemaakt hebben mee naar huis nemen. En verder nog heel veel plezier vandaag. Dank u wel. Doeg.